Je bent betrokken geweest bij het onderzoek naar de mogelijkheden van de wijkplatform in de Windmolenbroek. Wat was de uitkomst van dat onderzoek? In elk geval zijn er veel betrokken wijkbewoners, maar er was geen wijkplatform. Ik ben als IKC-projectleider betrokken bij initiatieven die ook scholen nemen. En in andere wijken kwam ik dus heel veel initiatieven tegen, zoals de Kruifveldjes en de Krajcik-koorts. En ook een aanbod van allerlei activiteiten die niet in deze wijk waren. Ik kwam er dan achter dat er een wijkondersteuner in die wijk was, zoals de Schelvast, maar niet hier in de Windmolenbroek. Dus ik ben gewoon gaan informeren, ook bij de gemeente, van hoe kan het dat wij geen wijkondersteuner hebben. En het antwoord was eigenlijk van ja, er zijn weinig initiatieven in de wijk. Dus we gaan dan ook geen wijkondersteuner inzetten. Ik wil iets betekenen voor mijn wijk. Ik ben vorig jaar in maart met Carla Willemsen in contact gekomen. Zij is de coördinator van IKC. En zij vroeg mij zo van, wil je iets voor betekenen voor de wijk? En ik voelde mij wel aangesproken, dus ik dacht van ja, ik wil wel een paar buurtbewoners vragen om of zij ook zich aangesproken voelen om mee te willen doen. En dat was zo. Ik heb als eerste Evelien, mijn buurvrouw, gevraagd. En nog een andere buurvrouw. En via zijn we eigenlijk een beetje is er een kerngroep ontstaan om een wijkplatform op te richten. Ik ben gevraagd of ik mij ook geroepen voelde om mij in te zetten voor de wijk. We hebben beide jonge kinderen, dus daar willen we ons onder andere voor inzetten. Maar goed, voor de hele wijk, ook de ouderen en de volwassenen onder ons, lijkt het ons gewoon mooi als we samen als wijk ons voor elkaar kunnen inzetten en dat het eigenlijk alleen maar beter wordt. Ik vind het een heel mooi initiatief. Ik denk dat wij als gemeente vooral altijd heel erg blij zijn wanneer inwoners zelf initiatieven nemen om hun wijk, hun buurt, hun straat, hun woonomgeving te verbeteren. Nou was er al een wijkplatform in Rusten. Hoe verhoudt zich dat tot het nieuwe wijkplatform? Nou ja, dat hebben we vanavond meegemaakt. Hè. De voorzitter van het wijkplatform in Rusten, die heeft zich aangeboden aan de nieuwe initiatiefnemers. En volgens mij komen ze er samen heel goed uit om een nieuw wijkplatform op te richten. Wat zijn uw verwachtingen van het nieuw op te richten wijkplatform? Ik vind het enthousiasme erg groot. Dat kun je ook zien aan de deelname van vanavond. Maar er moeten natuurlijk wel wat handen uit de mouwen gestoken worden. En ik denk toch dat met heel weinig middelen we een aantal initiatieven wel weg kunnen zetten. Dat dat wel heel goed haalbaar is.